Hey, YouTube. Er was laatst in het nieuws een nieuwsbericht over een man die zijn ex had doodgeschoten. Het meisje was een jaar of 17 en toen dacht ik tijd om nog eens een vlog te maken over rouwen. En omgaan met teleurstelling en in die hoek. Want zoals ik eerder al aangaf, dat ligt mij. En ik had beloofd om dit nog een keer te bespreken. Ik werd emotioneel op mijn werk, want ik moest even denken aan mijn eerste ervaring met rouwen. En dat was mijn zus, die overleden is in een auto-ongeluk. Toen ik jong was, een jaartje, ik denk, weet ik veel, een jaar of 8. Zij was 4 jaar ouder dan ik. Mijn vader die had een partycentrum en ik weet nog een keer dat ik een bardienst met haar achter de bar heb gestaan. En ik was ook muziek aan het luisteren ondertussen hoor. En hoe heet het? Ik heb toen ik stond toen met haar te dansen achter de bar. Ja, toen schoot ik weer even vol. En het was wel vervelend. Want ik moest ook een paar keer van mijn werkplek aflopen om het maar even te stoppen. Af en toe gebeurt dat nog wel eens. Ik ben nu, het is nu 15 jaar geleden, ik heb het wel een plek gegeven. Ik denk dat zij nog steeds gewoon in de buurt is. Ze is voor mij ook een beetje een beschermengel. Ik luister met veel plezier nog naar muziek die mij aan haar doet denken. Ik denk dat zij onderdeel is van mijn karma. Ik heb gewoon veel geluk gehad in mijn leven. En ik maak mezelf wijs dat het aan haar ligt. En dat blijft toch al, ik denk dat dat de rest van je leven zal blijven gebeuren. Ook als ik het vertel naar mijn tweede ervaring met rouwen, dus die goede vriendin. Ik denk nog steeds wel eens aan situaties, leuke ervaringen die ik had. Ik denk ook wel eens aan de nare ervaringen die ik had. Soms dan mis ik haar. Als ik haar heel erg, en nu kom ik al gelijk bij een tip. Als ik diegene heel erg mis, dan ga ik denken aan de negatieve invloed die ze voor mijn gevoel had. Of de scherpe randjes. Ik kan een voorbeeld geven. Ze zei bijvoorbeeld tegen mij dat ik anders ben omdat ik autisme heb. Dat ik waarschijnlijk nooit een normaal meisje zou krijgen. Teraf denk ik dan, wie de fuck ben jij dan eigenlijk? Op dat moment liet ik dat soort dingen over me heen gaan. Leer van je ervaringen. Want nu op het moment dat iemand lelijk zou doen tegen me op die manier, dan zou ik niet boos worden, maar dan zou ik zeggen van hey, dit pikken we niet. Zo praat je niet. Zo, dat. Wie de fuck ben jij dan? Als ik dan te lang doorga met dat, dan denk ik toch ook weer aan het moment dat ik haar heb ontmoet. Waarom ik met haar om ben gegaan. Ik heb toch ook dingen van haar geleerd. In positieve zin en in negatieve zin. Waar ik haar gewoon nog steeds dankbaar voor ben. En ook altijd zal blijven. Geef het een plekje. Er is een mooie uitspraak en die luidt: vergeving is een cadeautje die je jezelf geeft. Kwam ik een keer tegen. Ik herhaal hem nog een keer. Vergeving is een cadeautje die je jezelf geeft. Die vond ik wel mooi. Dus dat betekent dat je en jezelf vergeeft voor je acties. Want je had emoties. En emoties en rationeel handelen. It's like bubblegum and crackers. It doesn't mix. Try it. En aan de andere kant, als je daartoe in staat bent, gun die ander een gelukkig leven. Ik gun mezelf ook een gelukkig leven. Ik gun haar ook een gelukkig leven. Er was één droom die ze altijd had. Haar nickname, hoe ik haar altijd noemde, was de moeder van de groep. Ze zorgde voor iedereen, stond voor iedereen klaar. Eén droom die zij had was een kinderwens. Ik denk dat als wij niet uit elkaar waren gegaan op dat exacte punt, zeg maar, op een gegeven moment is het met vriendschap dus direct er gewoon uit. Dan is het gewoon tijd om keuzes te maken. En je moet toch altijd voor jezelf blijven kiezen. Altijd. En dat is ook een les die ik heb geleerd. De omstandigheden waren er nou eenmaal naar. Ik ben blij dat zij heeft wat ze altijd al heeft willen hebben. Dat maakt mij gelukkig. Dit was even mijn ervaring. Dit is waarschijnlijk niet de laatste video die ik maak over rouwen en teleurstelling. Zoals ik al zei, ik ga die hoek op. Ik ga het ook hebben over autisme. Ik ga het hebben over geld.
omgaan met geld. Dat kunnen mensen me niet leren. Er ligt een taboe op geld. En daar word ik gestoord van.